Trump die wil ook de belastingen voor bedrijven in Amerika enorm naar beneden halen. En dat kan ook gevolgen hebben voor ons eigen land. Nou, wat het voor Nederland betekent is dat wanneer maar genoeg landen de belastingen verlagen, en dan gaat het niet alleen om de Verenigde Staten, maar ook een land als Engeland, Verenigd Koninkrijk, overweegt dat te doen na de Brexit, dan kan Nederland zich gedwongen voelen om ook de belastingen te gaan verlagen. We hebben nu een winstbelasting van 25% en er is druk, er zijn partijen die vinden dat die omlaag moet om aantrekkelijk te blijven voor andere bedrijven. Ja, en dat kan voor problemen zorgen in ons land. Nou ja, kijk, dan dalen de belastinginkomsten van de overheid. En als de overheid de broekriem niet aanhaalt, als ze niet bezuinigt op de eigen uitgaven, ja, dan moet ze het geld ergens anders van aanhalen. En als bedrijven het niet betalen, ja, dan kan ik me voorstellen dat nogal wat burgers zich zorgen maken dat zij dat geld moeten gaan ophoesten. Kortom, zo komt de buitenlandse politiek dichterbij en heeft het ook betekenis voor Nederland. Ja, populisme gaat vaak samen met protectionisme. Trump spreekt over het heffen van allerlei belastingen. En ook het verlagen van belastingen voor Amerikaanse bedrijven. Als Amerikaanse bedrijven met Europese hoofdkwartieren zeggen, wij gaan terug naar Amerika, dan is dat dramatisch voor Nederland. Vergeet niet dat Nederland en Amerika hebben ongeveer 700.000 arbeidsplaatsen in die handelsrelatie opgesloten zitten. En wat betekent het voor onze bloemen en ons bier? Komen die straks ook aan heffingen, worden die ook onderhevig aan heffingen in Amerika? Daar is bezorgdheid over in de Nederlandse regering. Ja, vrijdag is de inauguratie van Donald Trump.